Deze video wordt mede mogelijk gemaakt door I am Weather. De weertool voor de echte weerliefhebber. Ontdek het op iamweather.com Goedendag. We gaan in deze 30-daagse verwachting weer wat verder vooruitkijken voor het weer van de komende weken. Oktober is inmiddels natuurlijk al eventjes onderweg, dus we gaan ook wel echt nu een blik werpen op november. Vanochtend hadden we te maken met mistige omstandigheden, toch echt wel herfstachtig doet dit aan. En stormachtig weer, dat is toch nog niet echt aan de orde geweest. En we gaan nu dus even kijken of dat er nog wel aan zit te komen, of dat we juist te maken krijgen met droger en misschien zelfs al wat kouder weer. De weersituatie op dit moment. We hebben te maken met een lage drukgebied ten westen van ons op de Atlantische Oceaan. Dat gaat in onder andere Ierland zorgen voor flink wat wind, dat lage drukgebied. Bij ons een zwakke zuidelijke stroming, want ten oosten van ons ligt een hoge drukgebied. En wij liggen dus een beetje op die grens met vaak wat bewolking, af en toe wat regen, maar geen extreme omstandigheden. En dat verandert voorlopig ook nog niet. We hebben af en toe te maken dus met wat regen. In eerste instantie weinig wind. Pas op zondag komt het lage drukgebied wat dichterbij. En dan gaat de wind ook wat in kracht toenemen. Van maandag op dinsdag passeert dan een storing. En die kan regionaal dan flink wat regen gaan achterlaten. Maar daarna wordt die straalstroom wat richting het noorden gedrukt... door een hoge drukgebied wat zich opbouwt boven het vasteland van Europa. En wij liggen dan ook onder de vleugels van dat hoge drukgebied. Dus dat betekent over het algemeen droge omstandigheden... weinig wind en erg rustig weer. De stormachtig weer zit ook de komende week dan niet in de verwachting. We zien wel een krachtig lage drukgebied ten westen van ons, maar die blijft daar waarschijnlijk dan ook wel liggen. Nou, ik benoemde het net ook al even: die straalstroom is natuurlijk heel erg van belang voor ons weer. In de herfst ligt die ook regelmatig recht over ons land, met dan uitdiepende depressies. En dat kan dus tot stormachtig weer gaan leiden. Maar dat is nu dus absoluut niet aan de orde. Dat zien we ook goed. Alleen op de dinsdag dan passeert die straalstroom heel even ons land. Maar daarnaast zien we eigenlijk dat hij helemaal niet zo goed georganiseerd is. Hij bevindt zich met name ver ten noorden van ons. En daardoor zien we eigenlijk ook heel goed dat hier dat hoge drukgebied zich gaat opbouwen eind volgende week. En dat wij dus met rustig weer te maken hebben. En in dit jarige tijden betekent dat ook wel dat we vaak rekening moeten houden. Onder andere met mist en laaghangende bewolking. Die we overdag maar lastig kan oplossen. Want die zon is al een stuk minder sterk natuurlijk dan in de zomermaanden. Nou, dan gaan we even de afwijkingskaarten erbij pakken voor de komende tijd. Maar eerst pak ik nog even de pluim erbij, want daarin zien we toch ook wel goed die verschillen terug in de luchtdruk. Eerst hebben we te maken met het erg zachte weer. In de loop van volgende week dus meer hoge druk invloed, met dus ook weer wat koudere nachten. Ik verwacht overigens geen vorst. Dan zien we ook keer vorst aan de grond. En op de wat langere termijn zien we uiteindelijk een lichte daling van de temperatuur. Eigenlijk meer naar normale waarden, want op dit moment hebben we dus wel echt met te zacht weer te maken. De luchtdrukafwijking voor de week van 21 tot 28 oktober. Hogere luchtdruk dan normaal, dat zagen we net natuurlijk ook al. De straalstroom ligt echt een stuk ten noorden van Nederland. En dat betekent dus ook drogere omstandigheden bij ons. Zo'n 0 tot 10 mm minder dan gemiddeld. In de delen van Portugal en Spanje is het nog een stuk droger. De meeste neerslag wordt dan nog verwacht in het zuiden van Italië. Daar een lager drukgebied wat actief is, wat daarvoor de nodige buien zorgt. En die straalsroom ligt dus verder ten noorden. En dat zorgt tegen de Noorse bergen toch wel voor de nodige neerslag, daardoor opstuwing. En de temperatuur bij ons rond normaal, misschien net wat erboven. Die afwijkingen die we eigenlijk deze week zagen, die gaan we niet meer zien. Ik verwacht ook niet dat we de 20 graden gaan aantikken, maar met regelmaat komen we nog wel boven de 15 graden uit. De koude lucht die zit iets meer richting het oosten van Europa. En door die straalstroom die natuurlijk wat richting het noorden is gedrukt, wordt de zachtere lucht ook verder naar het noorden gevoerd. Dus Scandinavië, daar zijn voorlopig ook nog niet echt heel veel winterse perikelen aanwezig. Nou, in de laatste week van oktober en de maandwissel naar november, dan zien we toch wel een kleine verandering. Die hoge druk gaat zich iets meer noordelijk positioneren. En dat betekent dat bij ons de stroming af en toe wel eens vanuit het oosten zou kunnen gaan komen. En dat kan wat koudere lucht met zich mee gaan brengen. Absoluut geen winterse omstandigheden of iets dergelijks. Voor is het natuurlijk nog veel te vroeg in het seizoen. Maar het kan wel even ervoor zorgen dat die temperatuur overdag. Maximaal zo rond de 10 graden ligt. En dat is toch wel een flinke afkoeling. Zeker in vergelijking met de temperaturen die we nu natuurlijk hebben. En dat zien we hier ook goed terug. Zo'n 0 tot 1 graden onder normaal. In centrale delen van Europa zelfs tot 3 graden onder gemiddeld. Scandinavië blijft daar, daarentegen wel iets te warm voor de tijd van het jaar. Maar in Lapland daar zouden echt wel de eerste ijsdagen lokaal genoteerd kunnen gaan worden. Maar dat is dan ook heel normaal aan het begin van november qua neerslag zien we toch ook wel dat het iets droger weerbeeld is dan normaal en natuurlijk ook logisch onder die vleugels van het hoge drukgebied iets minder neerslag. De meeste neerslag opnieuw weggelegd voor de, het Middellandse Zeegebied met daar wat meer invloed van lage druk. Nou, kijken we dan nog even een week verder, dan verdwijnen die roze kleuren wel en dat betekent dus dat we weer met wat meer invloed gaan krijgen van lage drukgebieden die vanaf de Atlantische Oceaan het vasteland van Europa proberen te bereiken. En dat betekent dus ook dat we die, dat relatief koude weer dan waarschijnlijk ook gaan kwijtraken. Nauwelijks meer een afwijking, maar die rode kleuren overheersen toch wel. Dus waarschijnlijk kunnen we dan in die week van 4 tot 11 november maxima verwachten rond een graad of 12 à 13. Dat zijn vrij normale waarden voor die periode van het jaar. Nog steeds zien we toch ook dat een vroege winterinval in Scandinavië niet aan de orde is. Daarvoor moet het luchtdrukpatroon echt op de schop. En dat lijkt voorlopig niet echt te gaan gebeuren. En ook in die week daarna, van 11 november tot 18 november, zien we eigenlijk die rode kleuren zich weer steeds verder uitspreiden. Bij ons dan zo'n 1 tot 3 graden boven normaal. Soms gaan we misschien overdag wel weer naar zo'n 14 of 15 graden. Wat toch wel aan iets te zachte kant is voor die tijd van het jaar. En nergens in Europa zien we dan die blauwe kleuren meer terug. Samenvattend, we krijgen in eerste instantie veel invloed van hoge druk. Zeker in de loop van volgende week bouwt zich een krachtig hoge drukgebied op. En dat zorgt dan voor rustige omstandigheden. Weinig kans ook op stormachtig weer en in de ochtend dus wel kans op mist. Daarna wordt het mogelijk wel iets kouder tijdens de seizoenswissel. Als de wind soms wat aflandig wordt en er misschien wat hoogtekou kan uitlekken over onze omgeving. Maar van winterse omstandigheden is natuurlijk nog geen sprake. En later volgt dan vrij normaal november weer, met af en toe storingen die passeren, maar ook echt wat droge momenten en temperaturen die rond de normaal uitkomen van zo'n 12 of 13 graden. Tot de volgende keer!